gewoon, zij is echt lijn. Zij is echt. Ik schrok echt van juf Kenia. Ja, het is gewoon geweldig om zo iemand in het echt te zien. Want je kan eigenlijk bijna zeggen dat het wel een godin is. Een godin, ja, godin, godin. Ik vind het heel spannend om eigenlijk dansles aan deze groep jonge mensen te geven. Want ze hebben eigenlijk niks met dansen. Put on your dancing shoes, jongen. Nee. Gaan we dansen dan? Ik kan echt niet dansen dan. Nee. Toch vind ik het voor mezelf interessant en uitdagend dat ik ze kan laten zien en kan laten merken waar de passie erin zit. En als je droom hebt om iets te bereiken, dat alles mogelijk is. Yevgenia heeft haar vaste danspartner Peter meegenomen. Samen behaalden zij diverse kampioenstitels. Maar bij het grote publiek werd Yevgenia vooral bekend door haar rol als jurylid bij programma's als Strictly Come Dancing en So You Think You Can Dance. Zij is echt lijn. Zij is echt. Ik schrok echt van juf Kenia. Ja, het is gewoon geweldig om zo iemand in het echt te zien. Want je kan eigenlijk bijna zeggen dat het wel een godin is. Een godin, ja, godin, godin, ja. Maar niet iedereen is zo enthousiast als El Giro. Toen ik die danseres zag, dacht ik van nee, gewoon niet. Superleuk, maar niet voor mij, zeg maar. Kijk, dit kunnen wij niet. Nee, dat ga ik ook echt niet doen, man. Ik ga er niet. Zeker niet met een man. Ik ga dat sowieso niet doen. Zo, Peter. Ik ga het niet eens proberen. Ja. Ik zweer het. Wello. Ik heb over Dream School gezegd, ik wil alles doen behalve zingen en dansen. Ik heb gezegd, ik wil alles doen behalve dansen. Gewoon dat je in het openbaar met je kont schudden en het allemaal zo dramatisch. Nee, dat nee. Vind ik niks. Jullie gaan het toch doen? Alleen de versie voor jullie generatie. En toen dacht ik eerst nog van oké, ja, ik ga het gewoon een kans geven. Maar toen ik zag wat voor dans het was, toen was ik helemaal klaar. Nee, dat ga ik echt niet doen op tv hoor. Ben je gek of zo? Het is wel gaaf hoe hun het doen, maar... Denk je dat ik zo met een Sanka ga schudden of zo? Ben je gek? Toen wij hebben gedanst, ik wil de reactie van de mensen zien. Nou, kom, voor jou is het ook geen probleem, hè? Nee. Voor jou ook niet. Mag ik ook aanraken? Zo, hij is bij de hand. En er waren twee dames die zeggen, nee, we vinden het niks. Dit is voor mij ook belangrijk om te weten voordat ik met de les begin. Wat zou je willen? Ja, nou, ik hoef niet zo nodig met mijn kont te schudden op tv. Nee. En dat mensen me aanraken en zo, nee, daar hou ik niet van, joh. Het is de tweede les en meteen begint die weerstand. Ja zeggen, ja, je hand opsteken, bouwstenen, ik doe mee. Boom, de eerste trigger is er. Dat is gek, dat is raar, dat is onveilig. Lucia is voorbereid op dit soort gedrag. Maar de reactie van Joelle en Sam valt bij Tatanka helemaal verkeerd. Ik vind het echt heel kut als je je niet 100% inzet. En als je je daarbij neerlegt op de eerste dag, dan ga je een moeilijke tijd hier hebben. Want je gaat jezelf continu tegenkomen. En ik hoop dan dat je dan op dat moment denkt, ik geef mezelf een schop onder mijn kont. Want dat is wat je verdient hier, want je hebt hier een plek voor gekregen om dat te kunnen doen. Lucia gaat luisteren, ik verwacht niet dat je precies zo doet hoe wij dat doen. Ik wil dat jij iets probeert op je eigen manier. Keuze is aan jou. We gaan kijk, samen. Als jij nu alleen wil, vind ik prima. Ik ga geen ene jongen meer aanraken. Maar. Nee, dus dat. Nee, dus dan ga ik nog liever met haar gaan. Oké. Is het goed voor jullie als jullie samen dan? Ja. Ja? Yevgenia wil het liefst iedereen de dansvloer opkrijgen. En tegelijkertijd probeert ze zo min mogelijk te pushen. En die aanpak lijkt te werken. Dat wil ik nog wel doen. Ja? Ja. Maar als Yevgenia de rest van de koppel samenstelt, lopen ze opnieuw tegen een nee aan. Ik ga dit niet doen. Je hoeft niet te gaan dansen. We gaan hooguit nu 4 pasjes uitproberen. Ja, maar ik ga dat niet doen. En wat is de reden? Ik ga het gewoon niet doen. Die was helemaal gesloten. Die liet helemaal... Ik kon niet eens een woord tussen krijgen. Ja, ik wil het niet en ze loopt gewoon weg. Maar dan is het voor mij heel duidelijk. Ik krijg haar niet mee. Onmogelijk. En ik heb op dat moment gewoon beslissing genomen. Loslaten. Doorgaan met de les. Nu je linkerbeen naar voren. Erop draaien. En doordraaien. Oh, ik draai mijn rechterbeen. Sluit. Lucia is Whitney achterna gelopen. Maar ook zij krijgt amper respons. Je wil niet naar boven? Wat wil je hier? Weet je nog wat je opgeschreven hebt? Wat je uit Dream School wilde halen?
Ja, dat weet ik nog. Ik moet eerst drinken, ik voel me echt niet goed. Ja, weet je, ik ga niet vrolijk lopen dansen op de sterfdag van mijn tante, dat doe ik niet. Oké. Was je tante danseres? Nee, maar ze ging wel altijd uit en op die muziek, zeg maar. Dus, oh, ja. De muziek triggerde het. Ik heb ook op mijn, hoe zeg je dat, bord heb ik zeg maar gezet dat ik mijn eigen gevoel moet toelaten. Want dat is iets wat ik normaal niet doe. Dus ik denk dat het wel goed is juist dat ik er nu juist aandacht aan heb besteed in plaats van het wegdrukken en doen alsof er niks aan de hand is. Hoe lang geleden is je tante overleden? Precies een jaar. Oh, God. En jij hebt nu een gevoel en daardoor wil je even niet in de les. De manier waarop Lucia reageert, dat had ik niet echt verwacht. Ik had verwacht dat ze wel wat harder zou zijn, maar ja, ze zijn toch wel heel erg zorgzaam. Ze hebben wel echt de beste bedoelingen. Wil je wel kijken? Want dan weet je toch nog de pasjes van de les. Ja, dat is prima. Ja? Nou, kom. Dat is super tof. Goed zo. In de zaal is de stemming ondertussen opperbest. Elkaar in de ogen kijken en lachen. Want ook al is de salsa best moeilijk, het enthousiasme van Yevgenia helpt veel leerlingen over hun gêne heen. En 3, 7 en 8, 1 en 2. In het begin dacht ik, nee, het lijkt me niks. Maar ik vond het echt veel leuker dan dat ik had verwacht. Oké, ja, wij doen het op onze manier. Hè? Ja, het is een beetje uit je comfortzone stappen. Hè? Dit is hier een beetje het gevoel dat je voor paal staat. Alleen op een gegeven moment als iedereen het doet en je bent ook gewoon bezig, dan heb je het heel niet meer door. En dan valt het best wel mee uiteindelijk. Wel leuk. Ja, gewoon een beetje bewegen. De hele ochtend stilgezeten. Hè? Als je dan kan bewegen, dan moet je het ook pakken, toch? Ja, ik had mijn eigen voorgenomen om niet te dansen op tv. En toen heb ik eigenlijk gewoon doorgezet en toch gedaan. En ik vond het uiteindelijk ook heel leuk. Dat had ik niet verwacht. Oké, okay, naar achter. Oké. En dan draaien. Waar ze maar weer. Goeie, jongen. Het leek er eerder op dat Yevgenia ook Sam en Joelle over de drempel had geholpen. Maar dat bleek van korte duur. Ja man, ik geniet ervan. Ik kijk hoe jij het doet. Ga maar. Ik ga het niet zonder jou doen, gek. Ik zeg je. Sta ik daar in mijn eentje? Ze kennen elkaar net 2 uur. Dus hoe snel dat gaat, dat je een scan maakt en dat je weet wie kan je meetrekken. En dat je ook weet bij wie kan ik me verschuilen. Whitney is de les voor de 2e keer uitgelopen. Maar Sam en Joelle zitten nog aan de kant. En nu de rest van de groep zo lekker op stoom is, wil Yevgenia toch nog een poging wagen hen er weer bij te trekken. Je hoeft van mij niet te draaien te maken, niet de moeilijke dingen. Alleen dit. Dit kan je toch makkelijk. Kom. Kom dan. Ja, ik ga dat echt niet doen, man. Kom dan, alsjeblieft. Kom. Joelle. Ik ga het echt niet doen, man. Waarom ben je zo hier? Ja, gewoon, ik wil alles doen behalve dansen. En dan krijg je ook nog eens zo'n dans. Ja, dat. Je mag staan kijken. Mag. Maar niet zitten, dan is het respecteloos ook naar de groep. Oké, dan ga ik daar gewoon staan. Staan, kom. Maar ik ga echt niet meedoen of zo, man. Ik stap gewoon opzij, man. En opzij. En terug. Ja, ik dacht gewoon van laten we gewoon die kleine dingetjes doen, weet je wel. Die paar pasjes en zo. Maar toen ging ze ons heel erg meetrekken. En toen was het wel een beetje klaar. Waar de fuck is mijn teringwater, gek? Laat me gewoon nou zitten. Is de les jongens, voorbij? Nee. Jullie stappen eruit? Ik heb geen zin om te praten. Ja, alleen doe gewoon even. Sorry. Die twee hebben elkaar snel gevonden vandaag, hè, in de nee. Ja. Ik zie Sam en Joël elkaar fors gevangen houden in een soort rare nee van dit doen we niet. En die houding en dat gebrom, die kan ik helemaal niet rijmen met wat er gevraagd werd. Met elkaar dansen op een muziekje. Het is geen oneerbaar voorstel. Hè? Voor mij was deze te makkelijk. Wat doe je daarmee te makkelijk? Nou, als dit al het niveau is van uitstappen. Dan ben ik benieuwd wat er gebeurt als ze dadelijk er echt op aankomt. Ja. Kijk, er zijn verschillende manieren van leren. Er zijn manieren van leren door ervaring van een ander, zijn wijsheid. En er is een manier van leren door dingen te doen. En Dreamschool is met name het te doen. En de triggers, die komen meteen naar boven. Je loopt tegen iets aan. Dat is, gaat vaker gebeuren. Er zijn honderden leerlingen die hier harder willen zijn, die mee willen doen. Ja, maar misschien ook niet met dansen. Nee, maar misschien wel met dansen. Wij vragen aan jullie dat je de oefeningen uitvoert. En iedereen steekt zijn hand op dat jullie dat zullen doen. En vervolgens, bij de 2e les, gooien jullie de handdoek.
Ja, maar het is niet zozeer dat ik gelijk wil opgeven of zo, dat niet. Maar het is gewoon voor vandaag is gewoon even genoeg, man. Ja, het feit dat Lucia gelijk naar buiten kwam was niet echt motiverend. Dat ze gelijk van ja, dit en dat en laat me gewoon met rust. Maar ja, het is wel nodig. Wat is er, Sam? Wat gebeurt er? Ja, dan ga ik gewoon huilen omdat ik gewoon een beetje klem zit dan, zeg maar. Ik vind dat dan wel lastig, want dan probeer ik gewoon rustig te worden en dan gaat iemand een beetje erin wrijven. Mensen moeten niet letterlijk fysiek aan je gaan trekken, weet je? Ze trok me echt mee, weet je? Toch? Ja, ons allebei. Ik hou daar niet van. Het is moeilijk als mensen constant over je grens heen gaan, weet je? Als je die gewoon heel duidelijk aangeeft. Zij zegt van, je moet meedoen met de les, maakt niet uit wat. Ja? Je gaat iets doen. En als ik dan zeg, nee, dat ga ik niet doen, dan dat is toch... Ja, nee, er zit iets tussen. Jij kan tegen geen één leraar zeggen, ik doe niet mee. Want jij hebt die commitment gemaakt. Dus dat klopt er niet meer. Ik geef me op voor zwemles, maar ik wil niet zwemmen. Dat gaat niet. Je kunt je persoonlijke grens houden. Ik wil niet dat u me aanraakt. Op het moment dat je een activiteit doet waar je risico op moet nemen, waar je iets doet wat je nog nooit hebt gedaan, het is zoveel zichtbaar in één keer. Wat ben je bereid te doen? Hoe ver ben je bereid te gaan? Vraag je om hulp? Geef je al op voordat je het geprobeerd hebt? Je loopt tegen jezelf aan. Al het gedrag wat je laat zien, laat je buiten ook zien. Daarvoor ben je naar Dream School gekomen. Nu loop je er tegenaan. En dat geldt voor jullie allemaal. Iedereen straks in de klas komt iets tegen waardoor je rennend naar huis wil. Maar de bedoeling is dat je niet rennend naar huis gaat, dat je gaat kijken en dat je daarmee leert omgaan. Het is de vraag of Lucia's coaching nu al aankomt. Ze krijgt de meiden wel weer mee naar binnen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En nu? Wat is nou de oplossing? Nou, normaal zou je zeggen naar binnen lopen en mee gaan doen. Maar... Fantastisch. Let's do it. Ga mee, Sam? Liever niet. Nee, dat weet ik. Maar het is de commitment die je gemaakt hebt. Dit is wat je altijd doet. Gaan we samen, Sam? Je kan het. Als je meegaat, alleen die stapjes dan. Fantastisch. Dat is nu al een kutspoel, gek. Ik ga eerst even naar de wc. Als we nu niet naar binnen gaan, krijgen we weer een hele fucking discussie. Met camera op je fucking bek. Waarom zet ze ons gewoon dag één zo neer? De jongeren wisten natuurlijk dat gefilmd worden bij Dream School hoort. Maar Lucia begrijpt wel dat het heel ongemakkelijk is. Toch ziet zij de camera's juist als onderdeel van het proces. Yo! Komen jullie? Die camera erbovenop brengt alweer zoveel meer naar boven. Ik haat dat ik nu al zo ben, je weet toch? Nee joh, als je het gewoon blijft proberen... Ik ben helemaal in die kankerpictures nu, alsof ik... Blijf het proberen. Je wordt echt aan alle kanten gespiegeld op je gedrag. En niet alleen tijdens Dream School, maar ook als je Dream School straks terugziet. Voor een paar die gaan het straks terugzien en dan denken ze, wauw, dat is dus wat ik doe. Broer, maar het boeit me echt niet, man. Ik denk dat die druk echt belangrijk is voor die doorbraak. Doen jullie mee? Om transparant te zijn, om eerlijk te worden naar jezelf. Dan pas kan je verantwoordelijkheid nemen. Die druk komt ook voort uit de groepsdynamiek. Want de leerlingen die wel met de les meedoen, gaan zich er nu ook mee bemoeien. Kijk, wij konden het eerst ook allemaal niet in het begin. Hè? Wij gingen ook gewoon daar zomaar in. Ja. Moeten jullie misschien ook gewoon doen? Nee, man. Gewoon proberen. Stap uit je comfort zone. Voor nu is het gewoon voor mij even klaar, toch? Oké, ja, ik vind het wel jammer in ieder geval. Ik vind we doen het met z'n allen, dan moeten we hun ook meedoen. Gaat nu 13 man tegen ons praten.